Welkom gasten. Ik weet niet meer, ik ben het ook kwijt, hoeveel is de workout ervoor? Gisteren hebben jullie van Mark gedaan. Nu krijg je vandaag een leg burner. Deze ga je echt voelen. 5 rondes zitten in de Madcon. Veel herhalingen. En hij is voor tijd. Dus je kan hem pas meten als hij helemaal is afgelopen. Neem daarom ook de warming-up super serieus. Ga niet denken van, ah joh, die warming-up boeit me niet zo. Ik ga gewoon die Madcon vlammen, want je krijgt er echt spijt van, geloof maar. Wat ga je doen? 5 rondes voor tijd. 15 om 15 Bulgarian split squats. Die heb ik in mijn vorige filmpje ook even doorgenomen. 1 been op een verhoging. Je andere been maak je unbroken, die 15 squats. Daarna wissel je van been. Maak je weer 15 squats met je andere been. Scalingsoptie. Kussen onder de knie die zakt. Dan hoef je iets minder diep te zakken. Daarna doe je 20 alternating Kozak squats. Ik doe ze straks nog eventjes voor. Als je denkt, ik kan mijn balans niet helemaal goed behouden, dan kun je ook zeggen van ik doe hem op een lange bank of op iets anders waarbij je niet achterover kan vallen. Iedere keer, als je links en rechts neerkomt, dat je met je billen ergens op landt of je zet 2 wallballs neer, net wat je naast hebt. Daarna krijg je 10 alternating pistol squats. Dus hij is iedere keer links en rechts eigenlijk hetzelfde te voortduren voor je lichaam. 10 alternating pistol squats, die kun je eventueel schalen. Nadat je met 1 been squat en neerkomt op een bank of een box of een stoel. Maar ik heb in ieder geval het gevoel van die pistol squat eventjes benadrukt. Daarna krijg je 30 sit-ups om even goed die core spanning aan te zetten. En dan heb je 1 ronde gehad en je moet er 5 voor tijd doen. Mocht je zeggen van hey, ik wil dit even zeer uitdagend gaan maken. RX Plus versie buiten de sit-ups om. Alles met een element wat iets weegt in je handen. Kettlebell, dumbbell, zandzak, wallball. Zak hout, zak aardappels, iets wat je in huis hebt. Houd vast en maak daarmee al je movement. Zoals ik al zei, neem je warming-up serieus. Ik wil dat je 3 rondes volledig afmaakt. Rustig 200 meter rennen. Even die hartslag ietsje hoger dan normaal. Even die bloedsomloop lekker aanzetten. Dan kom je terug, 1 minuutje. Maak verschillende soorten squats. Zet je voeten eens een keer wat smaller bij elkaar. Ietsje wijder uit elkaar, iets wijder dan normaal uit elkaar en ga daar een minuutje lang een beetje in variëren en spelen gedurende al je squats. Daarna maak je een minuutje alternating back lunges. Ik zou nooit naar voren stappen mits je walking lunges doet. Dus maak een minuutje alternating back lunges. Zorg ervoor dat je bovenlijf mooi recht blijft, buik is gespannen. Eigenlijk wil je altijd kunnen lezen wat er op je shirt staat. Dus beeld je even in dat iemand voor je staat die het kan lezen. En daarna doe je een minuutje sit-ups. 1 ronde gaat, doe je 3 hele rondjes. Dus je gaat 3 keer gewoon lekker een rondje rennen. Zwaai vooral naar je buren. En dan heb je je warming-up gehad. Voor de Bulgarian split squats. En het woord squatten zegt het al. Je maakt met 1 been al je reps af. Het zijn geen alternating lunges, het zijn squats. 1 been op een element. Je zakt helemaal naar beneden. En je komt weer omhoog. Zorg ervoor dat je een stabiele ondergrond hebt. Ook voor je voet. En ook voor je onderste voet. Dat je niet wankel bent. Dus een plaat hout neerleggen in je tuin. Een grasveld met modderhoopjes is niet aan te raden. Recht naar beneden. Recht omhoog. 15 keer. Vind je het niet zwaar genoeg? Pak je een element. Ik zou hem gewoon goblet staan vasthouden. Hetzelfde idee. Je kan het zo zwaar maken als je wil. Sommigen van jullie hebben de halve box leeg geplunderd. Net als ik. Dus jullie hebben echt wel wat liggen. En anders heb je misschien sowieso thuis wat liggen. Als je scaled wil. Prima. Leg je dus iets onder je knie, zodat je minder diep hoeft te zakken. Nu hoef je maar tot hier. Nagelang hoe hoog je die kussens legt, is voor jou de scaled variant. Voor je Kozak squats mag je flink breed gaan staan. Heeft een beetje te maken met hoe mobiel je bent. Ik ben zelf niet heel mobiel, maar ben je super mobiel, zul je wat dieper kunnen dan dat ik het nu voordoe. Deze voet laat je helemaal plat op de grond en je zakt naar beneden. Dat doe je eigenlijk aan de andere kant ook. Dus je maakt een alternating, je Kozak squats. Je kunt het lekker om daar een element bij vast te houden, Kozak stijl. Lekker doen. Wil je er iets onder, wat ik al zei, ga langs een lange bank staan, zodat je iedere keer met je billen die bank raakt. Voor je pistol squats, dat zijn de 10 alternating, dus 5 per been. Voor de super lenige mensen onder ons, lekker op de grond doen en je pistol squats alternating doen. Ik kan het persoonlijk niet. Ik zet meestal een voet op een ophoging, dat vind ik iets makkelijker. En ik hou mijn andere voet vast. Dus als ik de pistols doe, zak ik met 1 been, kom ik weer omhoog. Alternering, links, rechts, links, rechts. Mocht je het echt goed kunnen, wat ik al zei, element vasthouden. En op die manier alternering je pistol squats doen. Wil je hem scalen, kan ook. Ga je bijvoorbeeld
Nu heb ik een box. Je kunt ook een stoel gebruiken als je hebt staan. Dezelfde movement maken als die pistool. En dan weer omhoog komen. En dan gewoon hoe hoog je dit maakt. En dan maak je het zo vaak. Voor je crossfit sit-ups, houd gewoon basis. Het heeft niks te maken met het leg burn verhaal wat ik zei. Dit is gewoon een totaal andere oefening. Even lekker die core aanzetten. Onderkant van je voeten tegen elkaar aan. Alsof je een bal weggooit. Omhoog komen. En dat doe je 30 keer. Ik ben heel benieuwd. 5 rondes voor tijd. Dus dit is een leuk om te posten online. Je scores neer te zetten. Ik vind het een hele uitdagende wod. Vooral omdat er dingen tussen zitten die niet alledaags zijn. En niet iedereen goed kan. Als je het goed kan, zet vooral RX achter je naam. Heb je gescaled, daag jezelf dan uit om steeds een stapje beter te worden. En uiteindelijk misschien wel een keertje RX anders te kunnen doen. Enjoy.